Rond 20 na 12 vanmiddag is hier aan het Ridderveld in Wilrijk een ontploffing geweest. Daarbij zijn 3 woningen zwaar beschadigd. Ondertussen werden 3 mensen van onder het puin gehaald. 1 daarvan is ernstig gewond. Van 1 ligt nog in het ziekenhuis en een derde mocht gelukkig het ziekenhuis al verlaten. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen. De brandweer, de civiele bescherming, de medische hulpdiensten en de politie waren aanwezig om het puin te ruimen, om de slachtoffers te zoeken en om de getroffen mensen op te vangen. We zoeken nog naar een 4e slachtoffer waar nog geen nieuws van is. We blijven zoeken tot we daar meer over weten, tot er uitsluitsel is. Er is gezocht met honden van de civiele bescherming en ook nog met een vibrafoon. Dat is een toestel dat geluidsgolven van kloppingen weergeeft om het slachtoffer mogelijk te lokaliseren. Wie materiële schade heeft, neemt best zoveel mogelijk foto's. Er is een invulformulier op de website van Politie Antwerpen. Men kan ook de blauwe lijn contacteren voor meer informatie en neemt best ook contact op met zijn of haar verzekeringsmakelaar. De straten rondom Ridderveld werden afgesloten. Vermoed wordt dat dat nog een hele poos zal duren tot de werken hier ter plaatse zijn afgerond en tot de situatie opnieuw veilig is.